Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik een beetje een herfstige video voor je. Want ja, het weer van de afgelopen dagen is ook ontzettend herfstig. Dus ik ben eigenlijk al wel een beetje in die najaar mood. Ondanks dat het officieel nog zomer is. Ik ga je vandaag mijn herfstfavorieten laten zien. Slash de favorieten van september. Ik kreeg ook vaak de vraag of ik weer een favoriete video wilde maken. Want het is ook alweer even geleden. Dus bij deze. Voordat we gaan beginnen wil ik je nog even vertellen dat ik dit najaar ook op het Crea Weekend ben in Hardenberg. En ik ben er dit jaar op de zaterdag en de zondag. Uit mijn hoofd is dat 30 september en 1 oktober. Rond die data, maar ik zal voor de zekerheid de informatie ook nog even in de videobeschrijving plaatsen. Mocht je er nou ook zijn, dan lijkt het me super leuk om je te ontmoeten. Of dat je even hoi zegt of ja, wat dan ook. De vorige keer heb ik ook een aantal kijkers daar ontmoet en dat vond ik echt heel erg gezellig. Dus ja, ben je erbij? Laat het me dan even weten. Het lijkt me echt heel erg leuk om je daar dan te zien. Goed, dan ga ik je nu mijn favorieten laten zien. En een aantal daarvan hebben ook wel een beetje met Crea Weekend te maken. Allereerst heb ik hier een heel leuk kaartje. Tenminste, ik vind hem heel erg leuk. En ik denk dat jullie hem ook wel leuk vinden. Van een hert in mooie herfstige kleuren. En hij heeft ook een heel herfstig gewei. Dit hert is gewoon een kaartje eigenlijk. Deze heb ik gekocht bij Marion. En Marion die staat ook op het Crea Weekend. En die verkoopt onder andere dit soort kaartjes dan. Maar ook leuke sneeuwmeelspulletjes. Hele leuke dingen voor echt een heel zacht prijsje ook. Mocht je op het Crea Weekend zijn, zeker een aanrader om bij haar te kijken. Maar ik vond deze zo mooi om in mijn bullet journal te plakken. En ik denk dat je in de bullet journal video van volgende maand ook een herfstig thema ziet met dit hert. Want het leek me wel leuk om het hier een beetje op te baseren qua kleuren en qua vormen. En misschien dat ik ook wel ga proberen om hem na te maken. Maar ik denk dat ik hem ook in mijn bullet journal ga plakken. Dus die wilde ik even laten zien. Uit mijn hoofd is die 50 cent als je er eentje gaat kopen bij haar. En wat ik zelf eerder heb gekocht op een creatief event is deze inkt. Hij is okergeel. Een beetje de kleur zoals de verpakking. Al moet ik zeggen dat ik de kleur van de inkt zelf mooier vind dan die van de verpakking. Dit is niet de goedkoopste inkt, maar wel hele fijne inkt. Eigenlijk heb ik deze gekocht om wanneer je zelf stempels gaat maken, om dan je stempelblok te preppen, om het zo te noemen. Dit is stempelrubber, hier kun je met een gutsetje stempel van maken. Maar ik coat dan zeg maar één kant, zodat je daarna er mooi mee kan stempelen. En de andere inkt die je dan gebruikt ook niet intrekt. En als je erin gaat snijden, dan kun je zien dat waar het wit wordt, zoals het rubber echt is, daar heb je al gesneden. Dus dan kun je precies zien hoe je stempel eruit komt te zien. Heb ik ook een voorbeeld van. Namelijk mijn zelfgemaakte stempeltje. Die ga ik je zometeen even wat beter laten zien. Daar heb ik dus deze inkt voor gebruikt. En die tip kreeg ik van Jamila van Mila Meet. Want ik heb een hele leuke stempelworkshop bij haar gevolgd. Ook alweer een hele tijd geleden. Ook absoluut een aanrader. In ieder geval, daar heb ik dus ooit deze inkt voor gekocht. Maar het is ook gewoon een hele mooie kleur om te gebruiken. De kleur heet Dandelion, als ik me niet vergis. En die heb ik dus ook gebruikt bij mijn eigen stempeltje. Dit is een stempel die ik zelf heb gemaakt, zelf heb gesneden. En ja, ik vind hem heel erg leuk gelukt. Ik hou ook natuurlijk heel erg van het woordje hello. En ik heb hem hier geprobeerd af te drukken op stickers. Dit is zo'n stickervel van de Action. En het leek me dus heel erg leuk om dan zelfgemaakte stickers te maken. Gewoon zelf stickers te maken, leuk voor op sneeuwmeel. Maar die kleur, dat vind ik echt een hele mooie najaarskleur. Dat okergele, daar hou ik wel heel erg van. En die inkt is ook gewoon echt heel erg fijn. En ik moet je zeggen dat ik hem ook beter vind dan bijvoorbeeld de inkt van de Action. Daar heb ik je laatst ook een video van laten zien. Van een stempelsetje van de Action. En die inkt is vrij waterig. En dit is gewoon mooie kwaliteit. Ik geloof wel dat je echt wel rond de 5 euro kwijt bent voor zo'n stempelkussen. Maar volgens mij gaan ze heel erg lang mee. En ja, het is gewoon heel mooi. Je merkt gewoon echt dat het kwaliteit is. En de stempel die ik dus net liet zien, dat is ook wel een beetje een dingetje van, nu het weer wat minder mooi begint te worden, dan ben ik toch graag weer bezig. En pak ik oude hobby's weer een beetje op. En een hele tijd geleden heb ik dus een stempelmaak workshop gevolgd bij Mila Meet. Super leuk. En ja, ik heb de spulletjes ook wel in huis. Dus ik had ook alweer een beetje de kribbels om zelf stempels te maken. Ik heb ook meerdere stempels al eerder gemaakt. Een herfstig blaadje, een kat, een huisje, een envelop. En ik denk wel dat ik dat weer wat meer ga doen nu de dagen dus zo donker en regenachtig, vooral regenachtig zijn. Dan heb ik ook nog wat favorieten voor in huis. En dat zijn de kaarsen. Ik zet heel graag de kaarsen weer aan. En deze kaarsen die had ik nog in huis. Deze zijn van de HEMA. Ook een mooie gele kleur. En alleen gele vind ik dan weer wat te geel. Dus ik vind het dan heel erg leuk om ze te combineren met deze petrolkleurige kaarsen. Dat is ook wel een beetje een kleur wat bij ons in huis veel voorkomt. Ik weet niet of die nu aan het scherpstellen is. Volgens
mij niet. Maar ik vind de kleurcombinatie wel echt onwijs mooi. Ja, ik weet niet, het complimenteert elkaar wel, vind ik. En in de lente had ik ook deze kleurcombinatie. Niet dat je dan heel veel kaarsjes brandt, maar ja, dat vind ik gewoon altijd wel gezellig om kaarsen neer te zetten. Alleen dan had ik een lichtere kleur blauw erbij. Maar nu dus deze donkere kleur vind ik ook wel weer mooi bij de donkere dagen passen. En dan zijn dit dus officieel dinerkaarsen, maar ik vind het gewoon heel mooi om dit in de vensterbank neer te zetten. Of op een tafel, een van die mooie standaard. Dan nog iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Heb ik ook veel in de zomer gedaan, is in dit boekje aan de slag gaan. Dit is een vierkant boekje, zoals je kunt zien, van de Flying Tiger, als ik me niet vergis. En ik heb deze gekocht naar aanleiding van de video's van Jojan. Ook hele leuke video's. Als je haar nog niet kent, ga zeker even op haar kanaal kijken. Ze maakt hele leuke video's. Ik zorg ervoor dat de link naar haar kanaal in de beschrijving staat van deze video. Maar ik zag dat zij boekjes van de Flying Tiger gebruikte om in te schetsen, te tekenen. En dat ben ik nu ook gaan doen. En wat ik heel fijn vind is dat deze boekjes fineliners mooi opnemen. Of het papier neemt fineliners mooi op. Maar je kunt er dus ook met je brushpens in water verven. Zonder dat het papier heel erg gaat kreukelen. En zo heb ik bijvoorbeeld deze muis gemaakt. Ook weer een beetje in het najaarsthema. Ik was al helemaal klaar voor sjaals, dat soort dingen. En dit heb ik dus gedaan met brushpens. Een beetje dat aquarel idee. Deze ook wel heel erg leuk gelukt, deze kat. Het leek me sowieso leuk om een losse video op te nemen van dit boekje. Van alles wat ik in dit boekje maak. Maar het is gewoon een heel fijn boekje om verschillende dingen in te doen. Dus verschillende materialen, potlood, stift. Iets met washi tape zou natuurlijk ook kunnen. Het leek me gewoon leuk om eens een boekje bij te houden met alle ideeën die ik wil maken. Gewoon een schetsje. Soms is het iets heel slordigs. Soms is het iets van handlettering. Soms is het iets waterverfachtigs. En dan heb je aan het einde van de rit, als je boekje vol is, heb je gewoon alle dingen bij elkaar. En zo heb je je mooie dingen en de minder mooie dingen. En ook een tip van Jojan, laat ook vooral die minder mooie dingen erin zitten. Want dan kun je weer zien dat je gegroeid bent. En dat je het ja, een tijdje later misschien weer anders maakt. Of misschien nog mooier. Of gewoon anders. Dus dat is ook iets wat absoluut favoriet is op dit moment. En dan als allerlaatste, wat ook echt een ultieme favoriet is voor dit seizoen, is het blouseje wat ik nu aan heb. Ik had hem ook op Insta Stories laten zien. Het is een blouseje van de CNA. Die blouses vind ik sowieso heel erg fijn, want ze zitten gewoon lekker. En ze hebben vaak hele leuke printjes. Ik had eerder al eentje met poppetjes, met een gitaar en een fietsje en zo. Nou, vind ik super leuk. Deze heeft ook meer herfstige dingen, zoals eikeltjes, een vosje, een parapluutje. Nou ja, allerlei herfstige dingetjes dus. Ik vind hem heel erg leuk en hij zit heel erg lekker. En deze blouses, als ik me niet vergis, kosten ze €12,90 bij de CNA. En hij hangt nu nog in de winkel, dus mocht je hem ook willen hebben, dan kun je hem nog steeds kopen. Ik vind hem in ieder geval super fijn en ja, ik geloof dat ik wel klaar ben voor dit seizoen. Nou, dan waren dit de favorieten die ik je nu wilde laten zien. Ja, heb jij ook nog favorieten? Zijn er dingen die ik moet weten voor dit najaar, die ik absoluut moet uitproberen? Misschien de Tony Chocolonely Melk Stoofpeer. Dat is volgens mij een nieuwe limited edition en het klinkt wel heel erg najaarproof. Of heb je andere favorieten? Laat het me vooral weten. En laat me dus ook even weten of je ook bij Crea Weekend bent. Lijkt me echt super leuk om jullie daar te ontmoeten. Ik ga even water drinken, want ik heb een super droge mond van al het gepraat. Maar ik hoop dat je het leuk vond om naar mijn video te kijken. En ik zie je heel graag weer terug bij een volgende video. En hou mijn kanaal in de gaten, want er komt weer een winactie aan. En dit keer echt een hele leuke. Goed, dat zie je vanzelf. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!